Hey allemaal, tof dat je weer kijkt naar mijn YouTube kanaal Lucas van Dorp. We spelen vandaag uitdaging 8 in de lavakrater van Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Aantrekkingskracht is challenge 8. Beurtenlimiet van 10 verslaat 10 vijanden. Dat betekent dat ze er waarschijnlijk nog niet allemaal zijn. Vraag me af. Volgens mij waren het deze battlefields waar ook Wario en Waluigi verschenen. Ik ben benieuwd of we die ook nog terug gaan zien. In deze challenge misschien. Als ze uit de grond kunnen komen. Of de volgende. Of in het geheime hoofdstuk. Voor als we de DLC gaan spelen. Later in deze serie. Dit wordt Mario's vaardighedenschema. Dit wordt die van Rabbit Luigi. En dit wordt die van Rabbit Mario. Daar heb je gelijk mijn teamopstelling, de wapens. Rabbit Luigi kan een verbetering aangaan. En dan ga ik voor. Duw of brand, duw of brand. Duw. En deze had hij al. Rabbit Mario. Secundair. En primair. Kan niet beter. Oké, bij voorkeur gaat Mario eerst weg. Komt met maximaal bereik net iets te kort voor die buis. Waardoor dat iets is om in overweging te nemen bij een eventuele volgende poging. Dat gaat niet omhoog, die schade. Dus het wordt alleen deze. Oké, de change op die hap, dus de sorbet schildgever, de ondersteuner hield bij. Jammer dat Mario nu niet schiet. Ik had verwacht dat hij dat zou doen.
Die weg. Ja, dit moest ik maar doen. Kan net niet daarbij. ...638. Bij kritiek 772. Oké, hier komen nog 6. Even kijken. Lava schildgevers uit de grond. Dus geen Boario en Boaluigi. En ik denk dat ik ze maar even laat uitrazen daarboven. Alweer steen. Vraag me af of de kansen verhogen met betere wapens. Heb ik niet echt op gelet eigenlijk. Dan moeten we even in het hoofdkwartier kijken. Mario staat hier. Is die kwetsbaar voor een schildgever? Ja, die zou wel hier kunnen gaan staan. Was dit de laatste? Nee, mag er nog één. Dan wordt het een retry. Want ik wil ze voltooien met alle helden in leven. Althans, in leven. Ook nog binnen Westen. En niet buiten Westen. Ik ga nu hierboven de magneetdans doen. Oké, ze gaan wel met mijn schild niet naar me toe staan, ook al lopen ze op me af. Dus waarschijnlijk is het zo dat ze hun schild in de originele richting houden, waarmee ze begonnen voordat ze aan het lopen waren. Oké, nu moet Rabbit Luigi de hek out of here komen. En deze... Ja. Hierboven zou het niet veilig zijn. Hey, ik kan verder komen als ik hier naar beneden stap in plaats van dat ik door de buis heen ga.
knaller. Dat is hun wapen. Daar gaan ze dus twee mee vooruit. Dus dan sta je hier achter net veilig. Die kan ik wel doen. Changeroom komt niet binnen bereik zoals gepland. Twee. Eén honing. Hij had een super kans, maar hij raakte de Rabbit Luigi niet. Ik weet niet hoeveel procent kans precies die super kans geeft. Daar heb ik Yoshi eigenlijk te weinig voor gebruikt. Maar nu zijn er al drie geweest en dan hebben we allemaal nog redelijk wat levenspunten over. Dus we hebben ze lang genoeg afgestopt. Om ons doel te bereiken. Goed, dan mag Rabbit Luigi eerst. Want die kan er twee vergiftigen en dan kunnen alle helden hun levenspunten terugwinnen. Kan er dan ook nog iemand bij Rabbit Luigi komen? Ja, oké. Okay. Dat raakt Rabbit Luigi nu net niet. Dat verschil in verdieping, dat komt me nu goed uit. Dat wilde ik niet. Ik wilde hem tackelen. Maar ja, jij luistert weer eens niet. Goed. We gaan het proberen. Zonder mijn Rabbit Mario plan. En we zijn weer aan de beurt. En nu moet het echt gebeuren. Dus ik ben heel secuur met mijn A-presses.
En dat was hem dan. Weer een fout gemaakt, maar het was niet fataal. Er komen challenges waarbij dat wel zo gaat zijn. Kan ik alvast vertellen. Want als je namelijk de DLC koopt, komen er challenges in het geheime hoofdstuk. En die zijn van een nog hogere moeilijkheidsgraad dan de paarse rabbit. Misschien hebben jullie het al gezien toen we per ongeluk het geheime hoofdstuk inliepen. Een aantal afleveringen geleden. Nu gaan we op zoek naar challenge nummer 9. En die gaan we het volgende deel doen. Is die hier? Ik zie hem nergens. Oh, hier. Ja, helemaal achteraan. Met de wind mee. Dat is hem. Ik hoop dat je volgende week weer inschakelt. En tot later. Vond je deze video leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En je kunt abonneren op dit YouTube kanaal door bijvoorbeeld op mijn hoofd te klikken. Kun je er nou niet genoeg van krijgen? Geen zorgen. Je kunt rechtstreeks belanden in een andere video van mij. Waaronder de volgende video in deze serie door op een van de kaarten die reeds rondom mij verschenen zijn te klikken. En dan wens ik je nog veel kijkplezier. Doei!